Hallo beste kijkers van We Love Misses. Ik zit hier naast de pasgekroonde Anna Kapitein, de nieuwe Miss Fashion 2017. Anna, vertel mij eens, de eerste emoties. Ongelooflijk, ik had het niet verwacht. Wel gehoopt natuurlijk, maar ja, het is geweldig, ja. Je hebt natuurlijk een hoop voorbereidingen gemaakt tijdens je campagne als finaliste. Hoe hoop je die voorbereidingen nu om te zetten als Miss Fashion? Ik heb mezelf zien groeien doorheen heel de Miss Fashion campagne en het avontuur. Ik denk dat het alleen maar beter gaat worden en ik ga kijken wat er bij afkomt. Dus, ja. Heb je zo'n bepaalde verwachtingen toe naar je nieuwjaar? Momenteel nog even niet, nee. Ik ga moeten zien wat er allemaal op mij af gaat komen. Echt. Ja. Nog even laten bezinken dat je juist gekroond geweest bent. Ja. Ja, er zijn natuurlijk meisjes die jou gaan willen opvolgen. Heb je voor hun nu al wat tips? Vooral jezelf blijven. Het was mijn doel om tijdens Miss Fashion trouw te blijven aan mezelf. En mezelf te zien groeien wel op sommige vlakken, maar... Jezelf blijven. Blijf jezelf. Het is een kort interview. Alvast keigoed gedaan voor je eerste interview als Miss Fashion 2017. En wij zien elkaar nog vaker. Goed, dankjewel. En veel succes met je jaar. Dankjewel.